Hallo mensen, Richard Vivo hier en leuk dat jullie weer op mijn YouTube kanaal komen kijken. En het is weer tijd voor een How to Drone film. Weer een betere articulatie hoop ik. Tijd voor een How to Drone filmpje en ik ga dit keer twee onderwerpen bespreken. Ik ga het hebben over screen recording. Screen recorden is eigenlijk gewoon het opnemen van je beeldscherm terwijl je aan het vliegen bent met je drone. En ik wil het hebben over air data. En waarvoor wil ik het over deze twee onderwerpen hebben? Ze zitten op de een of andere manier aan elkaar verbonden. En het kan je helpen om achteraf te bekijken van hey joh, wat is er gebeurd toen ik aan het dronen was? Of wat waren mijn instellingen geweest? En waarom wil ik die met jullie bespreken? Ik krijg best vaak vragen van joh, is dit gebeurd? Hoe zou dat gebeurd kunnen zijn? Hoe is dat ontstaan? Is dit voorgevallen? Hoe komt dat? Weet jij hoe dit op te lossen? Nou, uiteraard kan ik dat nooit altijd beantwoorden. Ik doe daar wel mijn best in uiteraard. Vaak lukt het ook, omdat het hele basisdingen zijn. Maar soms heb je wat meer gegevens nodig. Wat heb je gedaan? Wat waren je instellingen? Wat is er gebeurd? Wat was je stick input? En allemaal van dat soort dingen. Nou, die kan je herleiden via screen recording of via air data. Nou ja, genoeg geluld. Laten we beginnen. Nou, het eerste onderwerp waar ik mee wil beginnen is uiteraard screen recording. Screen recorders zitten op de RC's. De afstandsbedieningen, de remote control, zo moet ik het eigenlijk zeggen, van de DJI. Het gaat met name over dus DJI drones. Nou, het is me opgevallen dat als ik tegen mensen zeg, joh, heb je een screen recorder mee laten lopen? Dat mensen zeggen, screen recorder? Ja, dat zie ik wel eens op jouw YouTube filmpjes, maar ik weet eigenlijk niet goed ja, waar ik dat kan vinden. Nou, als je een remote control hebt van DJI, want ik ga het natuurlijk weer over DJI spullen hebben, andere spullen heb ik niet. dan zit daar, als je een remote control gebruikt van DJI, zit daar een screen recorder op. Vlieg je met een telefoon of bijvoorbeeld met een tablet, dan kan je prima de screen recorder van je telefoon of je tablet gebruiken. Dan blijft dat hetzelfde. Nou, als ik deze controle heb, dan hebben we hier de back button zitten. En hier aan de bovenkant hebben we een record knop zitten. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is waar deze vinger nu is. En aan de andere kant hebben we de fotobutton zitten. En als we die twee in combinatie gaan gebruiken, dus ik druk de backbutton in en ik druk de recordknop in, dan hoor je zo'n bekend DJI geluidje. En dan zie je dus, ik zal het een beetje naar voren brengen, dat onderin, hier onderin, is een tijddingetje in beeld gekomen met een rood stipje erbij. Nou ja, dat ga ik jullie nu laten zien, want nu is pas de screen recorder natuurlijk gestart. Maar op deze manier kan je dus je screen recorder starten. En als je heel goed kijkt, dan zie je dus dat onderin, daar loopt een tijd mee. En die tijd, ja, dat is logisch, dat is de duur van de screen recorder vanaf het moment dat je hem gestart bent. Nou, mijn advies aan jullie is, laat altijd die screen recorder meelopen. Of er nu wel of niks spannends gebeurt, laat hem altijd meelopen. Het is altijd handig, als het nodig is, dat je die beelden terug kan kijken. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, is als je op locatie aankomt en je bent klaar om te gaan vliegen, dan zet je je remote control aan en eigenlijk druk je dan meteen de screen recorder aan. Dan zet je je drone aan en waarom in deze volgorde? Dan zie je namelijk precies wat er gebeurt met het opstarten van de drone en zo verder en zo verder. Waarvoor het dus ook belangrijk is, en die vind ik misschien nog wel belangrijker. Het kan soms wel eens gebeuren dat er heel snel een melding voorbij komt. En dat je denkt van, hey, ik zag een melding voorbij komen, maar wat was dat nou? En eigenlijk is er niks aan de hand. Je vliegt gewoon verder, maar ergens in je achterhoofd blijft het spoken van, hey, ik heb wel een melding gezien. Het ging net even te snel. Ik wil dat als ik thuis ben toch nog een keertje terugkijken. Nou, je gaat uit de fly-up en dan druk je op galerij. Dat zien we hier in beeld. Die klik ik één keer aan en dan zien we daar dus diverse screen recordings. Nou, ik klik er nu even eentje aan als voorbeeld. En je kan dus, als ik nu op play druk, zie je dus mijn complete screen recording van dat moment. Dus je ziet dat de drone op 3,1 meter hoog hangt. Wat mijn instellingen zijn, de kleurtemperaturen, de camera-instellingen. Nou, alles zie je, hoeveel satellieten ik heb, hoe het bereik is, het contact met de remote control. Nou, het gebeurt ook wel eens dat ik zelfs de vraag krijg, ik ben aan het vliegen geweest en mijn drone heeft geen opnames gemaakt. Het kan, ik kan het niet ontkennen, maar het is zeer onwaarschijnlijk. En waarschijnlijk in je enthousiasme ben je met mooi beeld aan het opnemen en dan vergeet je dus gewoon de recordknop hier op je scherm in te drukken of bijvoorbeeld de recordknop hier bovenin. En dan ben je druk aan het vliegen en dan denk je, hey, ik heb geen beeld. Kom je thuis en denk je, hey, ik heb geen beeld. Nou, dan wordt het één groot raadsel. En dan krijg ik die vraag, die krijg ik dan wel eens. Zeg mensen, joh, ik ben aan het vliegen geweest, maar ik heb geen beeld. Hij heeft niks opgenomen. Hoe kan dat nou?
dan is vaak mijn antwoord, ik denk dat je vergeten bent de record button in te drukken. Op je scherm of achter op je controller. Nou, ik heb tot nu toe deze remote control gebruikt en daar heb ik gebruik gemaakt van de combinatie de back button en de record knop om de screen recorder te starten. Maar als ik bijvoorbeeld naar deze remote control kijk, bijvoorbeeld zit daar geen back button op. Dus dan kan je die combinatie van back button en remote knop, want die zit hier natuurlijk wel op, hier bovenop, die kan je dan niet maken. Nou, hoe zou je dan die functie kunnen starten, zou je bij jezelf denken, als je die backbutton niet heb. Nou, is vrij simpel. Ik laat het even op deze remote control zien, maar het werkt voor alle DJI remote controls, zolang het maar om de fly app gaat. Dus heb je een remote control waar geen backbutton op zit, maak dan gebruik van het menu wat je naar voren kan roepen door twee keer te swipen van boven naar beneden. En dan zit dus hier die button, die druk je in. Hij zal in dit geval de recording starten. En als je klaar bent met je screen record, of met je vlucht moet ik dan eigenlijk zeggen. Als je klaar bent met je vlucht, dan druk je dus weer op die rode knop. En dan stopt de screen recorder. En het is ook altijd te horen aan dat bekende DJI tingeltje. Dus heb je een remote control zoals deze, dan swipe je. Dus het werkt precies hetzelfde, twee keer naar beneden. En dan zit daar dus ook die opnameknop. Die zit daar om de screen recorder te starten. Nou, mijn tip aan jullie, laat altijd die screen recorder mee lopen. Is er wat voorgevallen of wil je gewoon informatief terugkijken, om wat voor reden dan ook, dan kan je dat altijd doen. En weet je ook zeker van, daar kan ik de volgende keer op letten. Of, dat is een hele goede instelling, die kan ik de volgende keer weer gebruiken. Superhandig om altijd die screen recorder mee te laten lopen. Nou, ik heb jullie net verteld dat je via de screen recorder het een en ander terug kan kijken. Er is nog een manier waarbij je kan zien wat je gedaan hebt. Het heeft iets meer beperkingen, dat laat niet heel veel instellingen zien. Maar het is wel handig, want je kan daar namelijk bijvoorbeeld je stick input kan bekijken. Nou, als we nu weer naar de screen recorder kijken en we gaan naar het hoofdscherm, dan zie je daar profiel staan. En op het moment dat je profiel aanklikt, kom je in dit scherm. Dan zie je hoeveel uren je gevlogen hebt, wat de afstand is geweest, hoeveel vluchten je gemaakt hebt. En daaronder zie je meer staan. En als we meer aanklikken, komen we in het volgende scherm. En als we in dat scherm kijken, dan pak ik even de bovenste. Die is van 24.05, dus die is van 24 mei. Die klik ik aan. En dan, als ik het beeld heel klein beetje uitzoom, dan kan je dus zien wat ik gedaan heb in die vlucht. Nou, je kan daarbij kiezen door bijvoorbeeld je sticks te laten weergeven. Dat is dus super handig, want dan kan je stick input zien. Dus die klik je aan, die sticks. En dan zie je dus links en rechts zie je sticks tevoorschijn komen. En je ziet dan ook de stick input die ik op dat moment gedaan heb. Nou, nu gebeurt er op dit moment even niks. Ik zal even doorscrollen. Hup. Dan zie je dus op dit moment zie je de input op de sticks die ik gedaan heb. Nou, super handig om te kijken als er een keer wat voorvalt van, wat is er op dat moment gebeurd? Nou, we hebben hier gewoon een kaart. En die kaart die kan je bijvoorbeeld ook veranderen door het onderste vierkantje aan te klikken. Dan verkleurt hij ook. En dan kan je ook het satellietbeeld oproepen. En dan zie je dus ook werkelijk waar je gevlogen hebt. Nou, mijn advies aan jullie is om nog meer data en gedetailleerde data terug te kunnen kijken, om een account aan te maken bij AirData. Ga naar AirData, google het even, en dan kom je op deze pagina uit. Nou, je komt dus op de homepage van AirData uit. En die ziet er zo uit, ik ben nu al ingelogd, maar heb je geen account, moet je een account aanmaken waarbij je uiteraard je naam, je e-mailadres, je drones, je accu's, alles moet je even invullen om zo nauwkeurig mogelijk data-analyse van AirData te kunnen krijgen. En het werkt perfect en je zal je account, je DJI-account, aan AirData moeten koppelen. Nou, als je dat gedaan hebt, en dan wil ik dus nu een voorbeeldje laten zien, ga ik weer naar een menu en dan ga ik naar My Logs. En dan klik ik nu even op Flights. En dan laat hij dus eigenlijk alle vluchten zien, of de laatste 100 vluchten, want ik heb geen betaald account. Als je een gratis account neemt, dan laat hij alleen de laatste 100 vluchten zien. Hij telt wel alle vluchten en alle tijdsduur van vliegen en zo maar verder, telt hij op. Alleen als je iets terug wil kijken, zijn dat maar de laatste 100 vluchten. Nou, ik klik nu bijvoorbeeld de vlucht van 14 mei aan.
En dan laat hij dus in het midden laat hij een afbeelding zien, zoals we nu op de screen recorder kunnen zien. Laat hij een afbeelding zien, dan zie je dus waar ik heb gestaan, waar de homepoint is, hoe ik allemaal tijdens deze droneopdracht gevlogen heb, waar naartoe ik gevlogen heb, met welke drone ik dat gedaan heb. In dit geval zie je de Mavic 3 Pro staan. Dat is een vluchtduur geweest van 12 minuten en 57 seconden. Toen ik opsteeg was mijn batterijspanning 98%. Toen ik mijn drone landde was het 54%. Nou, dan zien we aan de rechterkant van die afbeelding zien we het aantal meters die ik gevlogen heb. Daarna zie je de maximale afstand die ik gevlogen heb tijdens die opdracht. De maximale hoogte die ik gevlogen heb, 103 meter, 103,9 om precies te zijn. De maximale snelheid, de batterijtemperatuur en hoeveel waarschuwingen ik heb gehad. Nou, we zitten nu in het tabblad Notifications en als we daarnaar kijken, dan zien we dus de hele vlucht. Daar zien we ook wat kenmerken bij staan. En die kenmerken, als we dan wat verder naar beneden scrollen, die geven aan wat de melding is geweest. En dan zie je dus ook weer rechts die stick input en links in beeld zie je dus wat er allemaal op dat moment gebeurd is. Dus we zagen dat de homepoint bevestigd werd. Je ziet dus rechts zie je die stick input die ik nu doe. Nou, je ziet dat dat best wel nauw luistert, hè, die stick input. Het zijn hele kleine bewegingen, maar het heeft wel een bepaalde consequentie op je drone. Nou, daaronder zien we weather. Staat uiteraard voor weer. En daar zien we het weer van dat moment dat we de vlucht hebben uitgevoerd. Nou, we zien de bewolking, temperatuur, de windrichting en zo verder. Half bewolkt. Wat wel interessant is, zeker als je veel storing hebt gehad, om terug te kunnen kijken, is de KP-index. Die zit ernaast. Als ik die aanklik, zien we in dit geval dat we een KP-index hadden tijdens die vlucht van 2. Nou, dat is prima. Niks aan de hand. Maar heb je een keer veel verstoring gehad tijdens een vlucht, kan je dus bijvoorbeeld via AirData, kan je nog terugkijken, wat was mijn KP-index van die vlucht op dat moment? Nou ja, is die bijvoorbeeld in het oranje terechtgekomen? Ja, dan had je eigenlijk misschien niet moeten vliegen. Dus had je in je pre-flight check, had je eigenlijk even moeten checken, wat was mijn KP-index? Nou, ik weet natuurlijk al wat een van de vragen gaat worden. Mijn AirData is niet altijd up-to-date. Dat kan kloppen. Als je namelijk een vlucht hebt gedaan, dan zal je je data moeten uploaden, synchroniseren moet ik eigenlijk zeggen, met je DJI-account. Daar begint het mee. Dat kan je bijvoorbeeld doen als je gsm-verbinding hebt, of gewoon thuis via een wifi. Dan zet je je controller aan, je gaat naar je account toe en je laat het account synchroniseren met je DJI-account. En op het moment dat je DJI-account hebt gesynchroniseerd en je gaat dan naar AirData, dan gaat AirData vanzelf contact leggen met je DJI-account. Dat duurt vaak even tot een halve minuut. Hangt ook van je verbinding af en hoeveel data hij moet overzetten. En dan zie je dus dat hij de data gaat ophalen vanuit je DJI-account. En op een gegeven moment als dat gebeurd is, krijg je de melding Refresh Overview. Dan klik je daarop. Dan laat hij een verversiet scherm en dan laat hij de actuele data gaat hij laden. Nou, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga jullie ook bedanken, zeker de vaste kijkers, voor ja, de reacties die ik altijd krijg. Dit soort reacties ja, op mijn how-to-drone filmpjes, dat vind ik echt fantastisch. Motiveert mij om dit te blijven doen. Heb jij op deze onderwerpen die ik zojuist besproken heb nog aanvullingen? Nou, laat dat in de commentarensectie hier beneden. Laat dat even achter. Kunnen we met z'n allen uiteraard weer wat van leren. En ja, heb je wat aan dit videootje gehad? Kan ik het zeer waarderen als je even een duimpje achterlaat of een reactie achterlaat. Nou, vinden jullie dit soort how-to-drone filmpjes interessant? Klik dan op abonneren. Eens in de zoveel tijd maak ik een how-to-drone filmpje. De onderwerpen die variëren, vaak wel een beetje geënt op te beginnen de dronevliegers. Maar ik heb gemerkt en ook gehoord dat dronevliegers die al wat langer vliegen het ook interessant vinden. Nou, hartstikke goed. Vind ik altijd leuk. Mensen, ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik vond het een leuk onderwerp om met jullie te bespreken, om bij jullie voor te leggen. En ik hoop dat het jullie wat gaat brengen, dat jullie er wat mee kunnen. En tot de volgende keer. Vlieg veilig. Bye bye.